aan week 20 mensen. 20 weken lang laten we jullie al zien wat Eric allemaal ziet en beleeft. Nou, in de eerste plaats wil ik natuurlijk iedereen weer hartelijk bedanken voor alle reacties. Superleuk. En wat ik helemaal leuk vind, is dat we het vorige keer hebben gehad over de mensen die in verre orde zitten en ons nog steeds volgen. En wat je nu ziet is dat mensen even voor het werk of voor een korte vakantie elders zijn en ons dan volgen. En dan altijd nog zeggen, groetjes uit Duitsland, groetjes uit België of groetjes uit Washington. Net waar men is, maar dat vind ik hartstikke leuk om te zien. Nou, in deze plaats, we staan nog steeds in Brunsbüttel. Als jullie achter mij kijken, dan zie je een gigantisch zeeschip wat de sluis in is gevaren. Het is hier trouwens erg leuk om te zijn. Want als je zegt, ja, wat doe je nou in Brunsbüttel? Als je hier 1 of 2 dagen gaat liggen, dan kun je jezelf uitstekend van maken. Want er komt hier van alles voorbij. De ene nog groter dan de andere. Het is echt indrukwekkend. Dat is enerzijds, wat gaan we nou doen? We gaan in ieder geval vanuit Brunsbüttel dadelijk vanmiddag door de sluis. Dan gaan we naar Cuxhaven. En vanaf Cuxhaven gaan we morgenochtend heel vroeg met de gunstige wind en de tij proberen naar Bremerhaven te komen. Het zal een lange tocht zijn van een dik 8 à 9 uur. Dus dat is wel eventjes een flinke reis. Aan de andere kant, voordat we dadelijk naar buiten gaan, dat we echt gaan varen, laat ik jullie toch wel eventjes zien wat wij hier de afgelopen 2 dagen hebben gezien, wat hier allemaal voorbij komt. En daarna gaan we nog even kijken bij Erik en Antje. Die hebben met hun zeilboot hier voor ons gelegen. En die hebben ook een hele mooie reis gemaakt. En ik heb aan hen gevraagd hoe zij er nou tegenaan kijken en wat is hun ervaring. Nou, daarna gaan we dus toch het ruimtes opkiezen. En dan blijven we genieten, want we gaan nog lang niet naar huis. De reis is nog lang niet afgelopen. En wij genieten nog elke dag hoor. Dus ik zeg dan weer, jongens, kom met ons mee en geniet mee. Nou, zoals in de vorige vlog al aangegeven, zouden we nog eventjes bij de wijnbergen aan boord gaan. Het is een aparter model zeilboot. Hij is dus van Erik en Antje. En we gaan eens even kijken aan boord wat zij erover te vertellen hebben. Want zij hebben natuurlijk ook
een hele mooie reis gemaakt. Nou, we gaan even aankloppen en dan kijken hoe het verhaal eruit ziet. Nou, daar zijn we dan. Ik heb net aan de buitenkant de Wienberm gezien. En we zijn nu aan de binnenkant. En nou, we hebben Erik en Antje al een aantal dagen en gezellige momenten meegemaakt. Dus ik was toch een beetje nieuwsgierig naar hun verhaal natuurlijk. Nou hebben zij ook een hele lange reis achter de rug. En jongens, ja, het belangrijkste vind ik eigenlijk zo. Zo'n schip als jullie hebben, dat zie je niet zo vaak. Kun je iets vertellen over de boot zelf in eerste instantie? Ja, we hebben hem twee seizoenen geleden gekocht. En daarvoor hebben we al 30 jaar gevaren. Oké. Met vier boten en allerlei stalen boten. En we waren toen op zoek naar een boot waarbij je in Friesland kon zeilen en eventueel ook wat verder weg kon gaan. En Antje is hem op internet gaan zoeken en na een jaar zoeken kwam ze deze boot tegen. Ja. En het is een, Een tool-off. Ja, er zijn er twee van gemaakt. Okay. En dit is de tweede. Hij is ontworpen door Wiebe Draaier. Wiebe Draaier was rector magnificus van de TU Twente in de jaren 80. En aan het einde van zijn carrière wilde hij een boot voor zichzelf bouwen. En een van de eisen was dat als je in de boot stond, dat je dan staand je trui uit moest kunnen doen over je hoofd. Okay. Dus dat heeft een bepaalde lengte binnen. Hij was 2 meter lang. Dus dat, je hebt hier voldoende hoogte. Ja, ik ben 1,90 en dan kom je eindelijk in een boot waar je gewoon kan staan. Ja. Dat is erg prettig. Ja. Hij was werktuigbouwkundige, dus hij heeft een boot ontworpen. Een platbodem met van voor spits, achter spits en een ophaalbare kiel. Ja, dat vind ik ook wel heel bijzonder, hè? Ja. En ook op zo'n danig manier dat als je ergens tegen aanvaart, je dan de kiel gewoon naar binnen gaat en niet afbreekt. Okay. Dus dat is. Maar dat komt niet vaak voor bij zo'n boten, toch? Op deze manier in ieder geval. Nee. En zoek een mandje tegen op internet. Oh, leuk joh. Ja. Leuk. Ja. Dat is toch een leuke historie van zo'n boot natuurlijk. Zeker, ja. Hij heeft wel een verhaal. Maar jullie, het is een heel comfortabel schip, want hij is groot, hier heel veel ruimte. Hij is trouwens heel breed, hè? 4,10 meter. 4,10 meter, ja. Want als ik erachter kijk, denk ik zo, dat heeft een hele dikke buik. Dat is toch een heel. Ja. Dat draagt ook weer bij aan je leefcomfort natuurlijk, die breedte. Ja. Dus, maar goed, normaliter zeilen jullie in Nederland kortere trippen? Meestal in de vakantie 3 weken, 2-3 weken en dan Friesland vooral. Mm-hmm. In het begin heb je dan zo'n kaart, maar die kaart heb ik al jaren niet meer mee gehad. Nee. Hey, hoe kwamen jullie daartoe om een lange reis te gaan maken? Waren jullie door anderen geïnspireerd of zeggen, nou, dat was gewoon heel lang al een doel van ons om naar het noorden te gaan? Eigenlijk was de boot de aanleiding, maar de boot kan het. Ja, ja. Al die andere boten, kon de boten misschien wel, maar ik niet. En nu we deze boot hebben, denk ik dat de boot en ik het samen kunnen. Ja. We hebben wel Erik nodig om daar dan te komen. Ja. Dus ze zeiden, dan kunnen we ook verder. Ja. De vorige eigenaren waren ook ver geweest met de boot. Dan hebben we ook meer tijd nodig. Ja. En op een gegeven moment keken we elkaar aan en zeiden, als we het willen, dan moeten we het nu doen. Want als we 68 zijn en met pensioen zijn, dan spring ik niet meer van boord, denk ik, zo'n soepeltjes. Nee. Dus we doen het nu. Ja. En toen hebben we, als we het doen, doen we het goed. Dus we gaan 6 maanden gaan we weg. Oh, dat hebben we nu geregeld. Hey, en hoe is het eigenlijk als je dat voor het eerst doet? Hè? Je hebt allerlei, denk ik, dat je voorbereidingsdingen in je hoofd hebt. Vond je dat lastig om jezelf voor te bereiden op een reis die je eigenlijk nog nooit gemaakt hebt natuurlijk? Ja, het is een puzzel, want je hebt natuurlijk gewoon geen idee hoe lang de afstanden zijn, hoe lang je erover doet, hoe moe je wordt. En dat is een ding. En de voorbereiding van het schip. Hè? Dus je hebt natuurlijk een schip, maar voldoet het dan alle eisen? En wat als er iets fout gaat? Wat gaan we dan? Dus je moet. Gezien dat je de goede materialen aan boord hebt, dat je een e-pump hebt als je zinkt, dat je nou gered kan worden. Ja. De banddoos moet helemaal up-to-date zijn. Ja. En zeebrieven, dat soort dingen. Ja. Dat je als de politie aan boord komt, dat ze niet zeggen van, die boot, geen definitie van je ketting. Dat zijn gewoon een heleboel dingetjes die je moet regelen. Je hebt een hele lange wachtlijst eigenlijk die je gaat afwerken voordat je zoiets gaat doen. Ja. En je wil eigenlijk ook weten van wat gaat het weer doen? Want een zeilen is leuk, maar bij windkracht 7 is het minder leuk. Ja. Windkracht 8 nog minder. Dus hoe kan ik nou van tevoren goed inschatten? Dus hebben we ook een meteocursus gedaan.
We hebben allebei een vaderlijst gehaald. 1 en 2. Ja. Dus dan zijn we met maar de voorbereiding. Ja. Komt B. Dus dat je gewoon eigenlijk... Ik ben wel goed onderlegd voordat je zo'n reis gaat maken. Ja. Bent wel, de voorbereiding is misschien wat langer dan... en we hadden ook zoiets van... We bereiden ons voor, we gaan gewoon en dan zien we wel. En dan zien we wel of het zeegat überhaupt uitkomen. Want stel je voor dat je bij IJmuiden naar buiten vraagt met Antje. Ah, paniek! We gaan IJmuiden uit en dan gaan we of naar links, of naar rechts, of rechtdoor naar Engeland. Of we gaan gewoon terug als ik het niet zie zitten. Ja, dus we hebben echt wel even geoefend. Maar ik heb nergens nog gezegd, we doen het niet. Nee. Dus ja, we gingen maar verder. Ja, maar, en over dat verder te spreken. Jullie zijn al aardig aan het gekomen, want jullie hebben zelfs het noorden bereikt. Het Deense vlaggetje heeft erin gehangen. Ja? Het Noorse vlaggetje heeft erin gehangen, want we zijn net in Noorwegen geweest. Laatste stukken met de trein naar Oslo gedaan, maar we zijn net in Noorwegen geweest. Zweden hebben we heel uitgebreid gedaan. Ja. Ja, en nu zijn we alweer. En we liggen nu met elkaar in de Noordwijk. Ja, we hebben wel een hele lange tocht gemaakt. Ja. Hoe is het jullie bevallen eigenlijk de eerste keer? Hoe kwam het op jullie over, het heel Scandinavië? Dan heb ik het over het varen, hè? Als vaartgebied zomaar. Ja. Het is prachtig. Ja, het is echt prachtig. Ja. En Denemarken heeft veel eilanden en veel vaargebied. En dan kom je op een gegeven moment ga je naar boven toe, richting Oslo. En ook dus die kust van Zweden. Zo anders weer dan Denemarken. Ja. Het is ruig. Ja. Dus je hebt genoeg afwisseling gezien tussen al die landen zomaar. Ja, en dan... De Zweedse manier van leven is ook met alle mansland. Je kunt ze makkelijk overal aanleggen als je maar dat achterlaat zoals je het gevonden hebt. Dat maakt het heel prettig. Onwijs diep. Onze diepte meter trok het niet. Ik zei gewoon niks meer. Het is nog meer dan 50 meter. Ik heb ook al lang gewoon meer dan 50 meter. Onwijs diep. Het lastige is wel, hij geeft niks aan als de bodem minder dan 0,6 meter is. Hij geeft niks aan als meer dan 50 meter. Dus dan zwaai je en dan denk je... Kies maar. Maar bij Noorwegen is het gewoon 200 meter diep. Ja, en eigenlijk komt daar die bergen die komen onder water, dat zie je niet omhoog en dan boven water gaat het verder. Maar in je hoofd is het dat je denkt, het is hier gewoon 200 meter diep als ik waar ik hier vaar. Dat is onwijs, hè? Ja, dus die ophaalbare kiel hadden we niet heel hard nodig. Nee, dat was niet genoeg. Nee, wel, aan de andere kant vond ik me dan ook af, als je als zeiler zo'n lange reis hebt gemaakt en je hebt daar bepaalde ervaring mee opgedaan. Ja, we zijn natuurlijk, daar kijken we ook een beetje naar natuurlijk, en dat memoreer ik ook vaak, dat je het ook doet om mensen dingen mee te geven die ook zo'n reis zouden willen maken. En als je dan even terugkijkt en je zegt van nou, als je nou zeilervaring hebt in en rond Nederland en je wil dan zoiets gaan doen, zijn er dan dingen waarvan jullie zeggen nou, dan moet je wel daar en daar en daar eens op gaan letten, want dat is wel heel erg belangrijk als je zo'n reis gaat maken. Ja, dat je voldoende tijd hebt. Ja, ja. En die heb je nodig voor als het echt gewoon te hard waait. Ja. Dat je geen gekke dingen gaat doen. Nee. En dat je een goede tochtvoorbereiding doet. Waar ben ik? Waar ga ik naartoe? Maar niet thuis bedenken, dit is een route. Laat de wind en de golven en wat je tegenkomt, laat die bepalen. Ja, op een gegeven moment moet je naar huis, hadden we ook last van. Maar laat in principe het weer en hoe je erbij zit bepalen wat je gaat doen. Want als je thuis bedenkt, dit moet het worden, heb je al stress voor je begonnen bent. Ja, precies. Dus wij wisten dat we in ieder geval tot het Kielerkanaal hadden we gepland. Dat vonden we al spannend genoeg. Dan gaan we door die Duitse bocht heen. En daarna keken we om ons heen, goh, nu gaat onze vakantie beginnen. En toen hebben we gewoon stap voor stap voor stap de route gemaakt. En dan moet je ook goed kunnen interpreteren wat jullie ook gedaan hebben met je cursus en dergelijke. Dat je ermee heel goed kan beoordelen. Van dan gaan we dat doen, want dan is dat verantwoord. We hebben de route gedaan, die jullie ook gedaan hebben, dus bij Göteborg hebben we het Goethe-kanaal gedaan. Want er was gewoon 2 of 3 weken lang hele harde westenwind. Ja. Dan moet je niet aan de westkust zijn. Ja. Zeiden we, dan varen we gewoon met die wind mee naar de oostkust en dan gaan we daar weer verder. Ja, dus de wind heeft mede bepaald of we wel of niet het Goethe-kanaal namen. In ieder geval een goed argument om mensen mee te geven, als je het wil doen. Belangrijke voorbereiding en weet wat je wel en niet kunt doen onder bepaalde weersomstandigheden. Ja. Nou, en de zeiler met tijd heeft altijd goede wind. Ja, een schipper die de tijd heeft, heeft altijd mooi weer. Zeg. Ja, en daarmee heeft ook altijd goede wind. Hè? Goede wind. Dat de zeiler is ook wel belangrijk. Ja, ja. Ja. Ja, jongens, hartstikke leuk. Ik breng het ook gewoon door. We hebben een computerprogramma bij waarbij ik heb het download. En je rekent gewoon door van als ik nou ga zeilen, hoeveel wind kom ik onderweg tegen? En dan kun je verschillende dagen doorrekenen.
helpt je gewoon om goed te beslissen. Ja, precies. En het is niet gek om een watje te zijn. Gewoon zeggen, nou, we gaan gewoon nog niet. Nee, we doen het niet. Ja. Als je het te gek vindt, gaan we zeggen, nou, gewoon niet. Als je het niet kan bedenken of als het heel onvoorspelbaar is, dan blijf je gewoon een dagje liggen. Ja. Ja. Dat is ook leuk. En niet te gaan last krijgen van Harbour disease, van havenziekte. Nee. Al een heel klein beetje in Frederikstad, hè? Toen lagen we 7 dagen al en zoiets aan. Kunnen we nou hier weg of hoe zit dat? Maar ja, we lagen vermaakt. Ja, jullie zijn ook sportief genoeg, jullie wandelen heel veel, dus jullie vermaken je altijd prima natuurlijk. Ja, zeker. Dus op zich, nou, jongens, ik vond het hartstikke leuk om dit soort dingen eventjes te weten. En dan weten we ook een klein beetje iets over deze wat apartere zeilboot. En we hebben leuke momenten meegemaakt. We hebben dat nog niet helemaal tot het einde uitgevoerd. Dus ik zou zeggen, ik geloof dat we... We zullen een lekker barbecue gaan doen. Ja. Lekker wat eten. Zullen we wat gaan doen? Lijkt me een goed idee. Goed idee? Nou, gaan we dat doen. Ja. Hartstikke bedankt voor alle info. Ja. En jongens, kom, we gaan lekker.
tafel hier vastgezet. Die kan in ieder geval niet meer schuiven. Ik zal even laten zien buiten. Het moet nog licht worden, moet je nagaan, jongens. Heel langzaam gaat de wereld weer open. Nou, dat is wel vroeg voor ons hoor. Maar goed, voor een goed doel. Nou, inmiddels toch 6:15. We draaien naar buiten. Er staat toch nog een briesje. Maar wel een hele mooie ochtendzon in de verte. Nou, de reis Cuxhaven, Bremerhaven is begonnen. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I. Ja, dan vaart hier wat groot voorbij af en toe, hoor. Er zijn wel maar een kleine jongen bij. Ja, je kan goed zien dat we nog een stroompje mee hebben. Nou, we gaan toch nog een beetje heen en weer, zoals je ziet. En het gelijke verschil alweer. De Noordzee vaart toch weer anders dan de Oostzee natuurlijk. En nou praten we nog maar over een windkracht 3. En er zit al wat deining in. Ja, hoort er allemaal bij, hè. Maar we mogen niet klagen als het zo blijft. En we komen op die manier zo weer in Bremerhaven. Nou, we zijn vanmorgen om 6:15 vertrokken uit Cuxhaven en dat ligt hier. En we zijn naar buiten gegaan en we hebben het hele lange stuk gevaren. Waar ook de grote zeeschepen en dergelijke natuurlijk varen. En dat ging best af en toe nog eventjes tekeer. Het briesje nam weer wat toe en gelukkig waren we op een bepaald moment hier. Toen heb ik gedacht van nou, ik wil zo gauw mogelijk de zuidwest in om zo min mogelijk last te houden van die dwarsgolven, zeg maar. Want ja, de wind en de deining kwam toch iets meer noordelijker dan verwacht. Dus nu zijn we eigenlijk over deze relatieve ondiepte aan het varen hier naar beneden. We zitten nu hier en we gaan proberen zo meteen vanaf deze positie dit vaarwater in te gaan. Zo naar beneden naar Bremerhaven. We lopen nu over de grond 10,3. Ik ben ietsje langzamer gaan lopen omdat er minder water staat hier in verband met de golven.
En zometeen als we weer op iets dieper water komen, dan kan er weer een klapje bij. Dus zo varen we in ieder geval richting Bremerhaven. Vrijdag 2 september gaan we de haven van Bremerhaven dus verlaten. En dat gaan wij doen via deze sluis. Gaat al redelijk snel, moet ik zeggen, afhankelijk van de tijd natuurlijk. Maar dat is goed te doen, ook drijvende vlonders hier. Dus dat is makkelijk schutten. Nou, deze haven is een hele fijne haven. En we moeten erbij zeggen, de basisprijs voor onze boot was 18 euro. Dus dat is heel redelijk. Maar als je wat stroom gaat gebruiken, dan gebruiken wij op zijn minst 4,5 euro per dag aan stroom. En als je douchemunten zou willen hebben, dan kost je dat 1,50 per muntje. En daar red je het niet mee, dus dan ben je al 3 euro kwijt voor een douche blijkbaar. Er staat wel tegenover dat je hier 's morgens de echte Duitse broodjes kan bestellen. En die zijn gewoon hartstikke goed. Nou, voordat ik dit afsluit, ik moet eerlijk zeggen, de haven heeft 's avonds best een chique uitstraling. En dat laten we nu eventjes zien. Van Rick, over. Motorjacht van Rick, sluit de Neuhaven. Ja, guten Morgen nog. Ich möchte gern ausschlüssen. Und ist das möglich, over? Sie sind jetzt im Hafen. Ja, das ist korrekt. Wir sind im Marina. Dann kommen Sie mal her. Ich habe nämlich hier gleich einen, mit der reingeht. Dann gehen Sie raus, weil draußen wartet schon einer. Dann muss das flott gehen jetzt, ne? Okay, wir kommen sofort. Opstarten. Ja. So, de sluis is open. Drijvende stijgers, vlotten, dat is heel fijn. Ik denk dat wij de enige zijn. Pak er maar één. Oh.
groen licht. En dan komen we op de rivier de Wezer. Het is een kwartier nog voor een moment van laag water. Er kan ook veel meer staan, zou je zeggen. Aanstroom. Probeer te runnen, dat was de eindigheid, dat was van je. Oké, dank je. De schepen die wachten om naar binnen geschud te worden. Als je buiten komt, even goed kijken. Stuur aan bakboord of er nog verder passerende schepen zijn. En die zie ik zo op het eerste ogenblik niet. Dus we gaan bakboord uit. Op naar Oldenburg. Ja, zeker het eerste deel van die Wezer, daar vind je de nodige industrie. Nou, daarna wordt het wat meer natuurlijker, zeg maar. Het is de Wezer die richting de stad Bremen voert. Daar zijn we natuurlijk een paar maanden geleden ook al eens geweest. Noodgedwongen en toen weer terug. Maar we gaan nu in één keer door naar de Hunte en dan is het richting Oldenburg. Maar wel altijd wat te zien hoor. Nou, hier zijn we dus uit de sluis gevaren. Hier de rivier op, die Wezer op zoals we dat hebben aangegeven. Moet ik heel eventjes uitzoomen. Maar die rivier is een vrij kronkelige rivier en uiteindelijk gaan we hier door varen net zo lang totdat we de zijarm van de Hunte tegenkomen, dat is hier, en hier vandaan gaan we naar de plaats Oldenburg. Dat zal denk ik wel een uurtje of vijf in beslag nemen, maar we zitten in ieder geval weer op echt, nou ja, de rivier heeft natuurlijk nog het zoute water van de Noordzee, maar ja, je hebt toch wel het gevoel dat je al wat meer in het binnenland zit. Dus het vaart heel relaxed weer hoor. Nou, we zitten zo even te kletsen en eventjes terug te kijken. Want ja. We varen nu weer op die rivier de Wezer. En ik zei net tegen Carolien, weet je, het is ruim 4 maanden geleden dat we hier ook gevaren hebben. Eigenlijk bijna precies. We kwamen hier weer aan 29 april, ja, weer terug om dan 2 dagen later de Duitse bocht te gaan nemen. Ja. Ja. En nu, ja, als je dan realiseert wat je in de tussentijd allemaal gezien hebt, is nou, dat niet te geloven. Oh, echt. Doe je zoveel indruk op. Echt, ongelooflijk. Ja, ja. Echt, ja. Ongelooflijk. Heel wat Denemarken, ja, Zweden, ja, het was fantastisch, joh. Nou, hè. Nou. Maar ja, het was ook wel weer lachen, want gisteren hadden we een keer een wijntje voor 3 euro. Ja. Nou, dat was lang geleden hoor. Een terrasje. Dat was lang geleden. Een wijn? Nou hè. Oh, eindelijk weer een terrasje. Ja. Dat is bij mij het voordeel van Duitsland. Ja, hoor. Ja, zeker. Dus, nou ja, goed. Het is in ieder geval weer mooi weer. We hebben een zonnetje. Ja. En we genieten nog steeds. Ja, wat ik elke keer zeg, de reis is nog lang niet afgelopen. Dus we kunnen nog steeds blijven genieten. Ja, ja, ja. Dus, en we gaan weer naar een bekend stekje nou. Oldenburg. Dan gaan we lekker schnitzel eten. Oeh, eigenlijk best wel. Ja, dan hebben ze echt onwijs lekker schnitzel. Lekker schnitzel. Echt in een oud, bollig Duits restaurant. Ja. En ja, heerlijk. Dat echt zin in, even echt een uitje. Heel uitje, ja, vind ik echt lekker. Echt leuk. Ja, dus nee, ja, we hebben hier wat om maar uit te kijken. Ja, ik zou zelf wel willen komen, want we hebben nu nog een beetje stroom tegen. Ja, even een beetje. Dus, ja. We hebben de tijd, joh. Ja. Dus, nee. Komt goed. Nou, we gaan het zien.
Nou, we varen de haven van Oldenburg binnen en het ziet er aardig vol uit. Hé, Carolien? Ja, zeker. Moet eens even kijken of dat lukt. Maar dan is nog een tweede haven hier links, zometeen. Maar die kennen we niet. Nee. Nou, we gaan even kijken wat het wordt. Altijd een verrassing. Nou, zoals jullie zagen, het hing er een beetje om of het zou lukken, maar we hebben toch het laatste plekje helemaal achter in de haven kunnen krijgen van deze, ja, het zijn super lieve gepensioneerde mensen die haven hier verzorgen. Dus dat is helemaal weer goed geregeld voor ons. We werden hartelijk ontvangen. Het is al super leuk als je voor de tweede keer eens komt natuurlijk. Verlaten en nou ja, een halve kilometer verder hebben we de sluis Oldenburg en daar varen we dus nu in. We kregen door van direct bij het begin vastmaken, niet doorvaren. Normaal gesproken, ja, zeker als je dan met schepen bent, dan ga je zo ver mogelijk naar voren. Als je alleen bent, hou je misschien meestal het midden aan, afhankelijk van de sluis. Maar op aangeven van de sluismeester gaan we vrij aan het begin van de sluis vastmaken en dan zitten we daarna op het kustenkanaal. We hopen vanmiddag het plaatsje, een heel klein plaatsje, maar Surwold te bereiken en om te overnachten. Een heel klein leuk haventje is dat. Dan zitten we ongeveer op de helft van het kanaal. Het kanaal is een dikke 70 kilometer lang. Je mag er niet te hard varen, dus het schiet niet heel erg hard op. Maar goed, het is in ieder geval op weg richting de grens, hè, zullen we maar zeggen. Nou, dan pakken we gelijk de eerste trap. Sluis geopend, licht op groen. En we kijken het kustenkanaal in. Dus het is weer kanaalvaren op dit moment. Dan zie je maar dat je op zo'n reis, nou ja, genoeg afwisseling hebt als je het hebt over vaarwegen. En alles heeft wat. Zeker met het mooie weer als vandaag weer. Ja, dit noemen we dus echt kanaalvaren. Hè? Een kanaal, aan de zijkant een autoweg. Ja, dat kan je niet vergelijken met zo'n Goethe-kanaal, want dat heeft natuurlijk allerlei andere vormen en hele afwisselende omgeving elke keer. Maar dit is het echte kanaalvaren. En ook aan de achterkant, ja, dat lijkt op elkaar, hè. En na 54 kilometer zien we dus toch het haventje van Surwold. En gaan we van het kustenkanaal een heel klein zijarmpje in. Een heel klein haventje. Surwold. Nou, we hadden er nog nooit van gehoord, maar we hebben hier wel op de heenreis een keer overnacht. Aardige havenmeester. Nou, dan pak je dat haventje nog een keer natuurlijk.
volgens mij wel groen, maar die is super van kraflak. Ja, dat gaat. Ja, past. Ja, even kijken of het past. Hier op het hoekje is geen optie natuurlijk. Nee. Zullen we even kijken achterin? Ja, ik denk dat je daar, want je kan niet eens draaien daar, ik heb het maar niet. Daar, je past niet eens in de lengte zo. Die super van Kraft, die was toch net zo groot als wij, misschien wel groter. Nee hoor. En hier? Hier zo? Hier? Nee, we gaan daar even kijken. Ja, voor die stenen wal gaan we het proberen, hè? Nu aan de koffie. Omdat het een heel ander tijdstip is dan we gewend zijn. Het is einde van week 20, beste mensen. En we zijn nog niet in Nederland. En we zijn nog steeds niet in Nederland. En het is even een ander moment eigenlijk. Ja, ik dacht dus, wel dat we in Nederland zouden zijn. Delft zelf hadden we wel een beetje gedacht. Ja. Maar toch door de app. Door de, ja, door de tij en het weer hebben we toch wat. Ik moet in eerste plaats eventjes zeggen dat ik... Ik heb alle reacties gelezen, waarvoor super dank. Maar deze dagen, deze afgelopen week, hebben we heel veel moeten gevaren. En waardoor ik echt geen tijd heb gehad om iedereen te beantwoorden. En dat heeft te maken met, we kwamen van Brunsbüttel naar Cuxhaven, Cuxhaven, Bremerhaven, Bremerhaven, Oldenburg, Oldenburg, Zuurwolf, waar we nu liggen, zoals jullie hebben gezien. Jesse was niet lekker, daar hebben we de nodige dingen voor moeten doen. Ja, en Brunsbüttel al een dag langer moeten blijven liggen vanwege vaar naar de dierenwinkel. Brunsbüttel. Ja, dierenarts, ja. Het gaat nu weer beter met hem, maar goed, het kost allemaal andere voeding, apotheek, pilletjes, noem maar op. Maar goed, dat zijn allemaal dingen die tijd kosten. Geeft niet, maar dat zorgt ook. Mijn telefoon stopte ermee. Ja, ook zoiets. Ook nog eens, mijn batterij laadde in één keer niet meer op. En gelukkig in... Bremerhaven hebben we dat, kon er gelukkig een nieuwe batterij in. Dus daar hebben we ook een dagje langer moeten liggen. Dus dat kon gelukkig gemaakt worden. Dan heb je in één keer twee telefoons, één telefoon die helemaal niks meer doet, en een andere telefoon die niet helemaal 100% werkt. Dus dat is best wel heel lastig dan. Hè? Ja. Ja. Nee, maar al met al, we zijn toch een stapje verder weer. Dat betekent wel dat we natuurlijk al 20 weken. Met jullie dingen delen, daar zijn we toch heel blij mee en trots op. Dus de reis gaat toch verder. Nog steeds met veel plezier. We hebben prachtig mooi weer, hè, Kar? Ja, aankomende week volgens mij wel regen. Ja, maar we hebben tot dusver nog steeds 27 graden. Ja, vandaag weer een hele warme dag gehad. Nou, ik wou net zeggen. Ja. Dus het was kanaalvaren, even wat minder leuk natuurlijk, maar hoort er ook allemaal bij. We gaan hier vandaan in ieder geval toch richting de Nederlandse grens en we denken... Dat we volgende week de vlog zullen doen vanuit Nederland natuurlijk. Neemt niet weg. Wat ons betreft blijft het allemaal hartstikke leuk. En als alles blijft werken, dan is het te doen. Maar als iets kapot gaat, dan wordt het is erg lastig, hè? Ja, precies. Dan zit je wel met je handen in het haar een beetje. Ja. Maar goed, we blijven positief. Ja, juist. En dan, oké, jongens, volgende week hopen we vanuit Nederland een nieuwe vlog te maken. Ja. En dan zeggen we voor deze reis in ieder geval, jongens, hartstikke bedankt voor het kijken allemaal. En we proosten met de koffie in dit geval. En dan zeggen we tot de volgende.